Het is 11 uur 's avonds en het hotel is dicht. Dus nu moeten we even last minute nog een ander hotel gaan fixen. En we zijn moe, maar morgen gaan we lekker de conventie. Gelukkig hebben we een restaurantje gevonden dat om 10 uur nog steeds gewoon eten serveert. Heerlijk. Ik ga voor de zigeuner schnitzel. What are you eating? I'm eating shit. Overweldigend om te zien hoeveel cosplayers hier rondlopen en hoe hoog het niveau ook ligt. Ja, je kijkt je ogen uit. Ja, het is echt, het hele veld staat gewoon vol. Super tof. We zitten even onder de paraplu, ja. Want het regent. Nee. Gisteren was het echt super warm en nu is het 18 graden maximaal, ja. En het regent en morgen wordt het gelukkig wel weer beter. Maar ik heb dus nu even een ander kostuum aan dan ik aan wilde doen, omdat ik gewoon te koud is. Ja. Hallo Wesp. Ja. We lopen nu even door de dealer room om te kijken of er nog leuke goodies te scoren zijn. En we worden in ieder geval veel voor Duitsers aangezien. Ja. Komen ze in het Duits tegen ons praten, dan oeps. Ik spreek geen Duits. Ik ben er heel slecht in. Zoveel games hier, echt wow. Het ziet er hier ook veel ruimer en beter georganiseerd uit dan op de Nederlandse conventies. Dan is het als vrij op elkaar gepropt. Goed om te zien. Het is heerlijk weer nu, maar we gaan dan weer richting huis. We moeten nog zo'n 6-7 uur reizen, dus dat is wel behoorlijk.
En onderweg nog even wat eten. En ik word overal een video mond. Dit is mijn squat van de afgelopen dagen. Het was echt super gezellig. En op naar de volgende con. Dat zal First Look zijn, zaterdag 8 oktober. En dan doe ik een nieuwe cosplay aan van God Eater 2. Ik moet de stof nog halen en alles maken. En ik ga pas een week van tevoren naar de stoffenmarkt. Dus dat is super, super handig. Maar maakt niet uit. Ik ga Nana Kozeke doen met de kattenoortjes. Dat heb ik altijd al een keer willen doen. En ik ben heel erg benieuwd daarna. Maar voor nu, bye, konnichi! Bye!